Het bedrijf WebHelp heet vanaf vandaag Concentrix. Volgens Ronald van Schijndel, Chief Executive Officer van Concentrix, is het bedrijf ongeveer 6 maanden geleden begonnen met een traject om de organisatie te rebranden. De naamsverandering heeft te maken met een grote wereldwijde operatie vanuit de opdrachtgevers. En vorig jaar september is, zoals we noemen, de deal geclosed en is Concentrix eigenlijk de eigenaar geworden van WebHelp. Die heeft WebHelp overgenomen. En we zijn daarna met de managementteams, de verschillende managementteams, bezig geweest. Toch 2 verschillende organisaties die elkaar heel goed aanvullen qua footprint. Ja, dus dat wil zeggen, Concentrix is heel groot in Amerika en Azië. En WebHelp is heel groot in Europa, met name Afrika. En natuurlijk Suriname. En zijn we eigenlijk bezig geweest, omdat dat zo'n grote operatie is, om dat voor te bereiden. En eigenlijk, we zijn nog steeds bezig, zeg maar, met het samengaan. Maar alle focus ligt enerzijds op onze opdrachtgevers wereldwijd. En ook lokaal in Nederland, als wel op onze medewerkers. Schijndel geeft verder aan dat het bedrijf Concentrix een heel belangrijke speler is binnen het informatie- en telecommunicatiegebeuren in Suriname. Frank Meijer, directeur van Concentrix, stelt dat het bedrijf nu 1500 man telt en voorspelt een enorme groei in de komende jaren. We zijn ooit begonnen inderdaad met 1 klant en ik geloof 20 medewerkers. We hebben vandaag 21 klanten, opdrachtgevers, met dus die kleine 1500 werknemers. Kijk, die rebranding, dat is vooral dat we in de nieuwe organisatie komen. Rebranding is gewoon vaak dat er een ander merk op je bedrijf komt. Ook wel een beetje een andere manier van werken, andere bedrijfsstijl. Maar dat zal niet zo heel veel schelen, omdat wat Ronald al zei, het zijn 2 bedrijven die ook goed bij elkaar passen. Meijer stelt verder dat het bedrijf een belangrijke speler op de arbeidsmarkt in Suriname zal blijven. Telesuur-directeur Mike Antonius geeft aan dat Concentrix een belangrijke partner is voor het telecommunicatiebedrijf. De BPO's, zoals ze bekend zijn, Business Process Outsourcing Companies, die verschaffen heel veel arbeidsplekken om mee te beginnen. In de afgelopen jaren hebben de BPO's de meeste arbeidsplekken in Suriname aangeboden. Maar daarnaast, wat ze ook doen, heel veel vorming. En als partner van WebHelp, vandaag aan de dag Concentrix, hebben wij dat ook van nabij meegemaakt. Heel veel vorming van mensen, waardoor mensen niet alleen hun persoonlijke vorming verbeteren, maar ook een professionele vorming. Antonius benadrukt dat er vanuit Telesuur een traject is uitgezet om de ICT-branche te ondersteunen. Het bedrijf Concentrix komt als goede partner hierbij kijken.